Vorig jaar werkten ze nog in loondienst in Sittard. Ze hadden beide goede banen, maar toch kriebelde het. Midden in het uitbreken van de wereldwijde economische crisis namen ze het drastische besluit om voor zichzelf te beginnen. Net als bij hun oude baas met belettering en bewegwijzeringsproducten. Na 12 jaar als voor een baas te hebben gewerkt, zoek je uiteindelijk toch een nieuwe uitdaging. Je bent bezig met ambities, je wil graag iets voor jezelf doen. Dit bijvoorbeeld als resultaat. Je maakt mooie producten, reclameproducties, een stukje bewegwijzering. Groenrijk is een hele leuk voorbeeld van een grote club die, ondanks het feit dat we een startend bedrijf zijn, toch met ons mee zijn gegaan. En dan zit je voor een aantal mensen, voor een commissie met 3 personen. En men gaat ons dus vragen stellen, god, hoe lang bestaan jullie bijvoorbeeld? En dan moet je zeggen, ja, we zijn net 2 weken bezig. Dus dat was eerst even lachen, maar toen kwamen dus de kritische vragen. Nou, die hebben we heel goed kunnen pareren eigenlijk. En voordat we weer terug in de provincie waren, hadden we inmiddels telefonisch de opdracht binnen. Dus dat is op zich dan enorm kicken eigenlijk. Maar hoe zorg je als beginnend bedrijf voor naamsbekendheid? We zijn heel erg veel naar netwerkbijeenkomsten gegaan. Daar spreek je natuurlijk heel erg veel mensen in heel korte tijd. Dus op dit moment erg hot natuurlijk. Maar het werkt ook inderdaad. Verder hebben we gewoon heel kritisch naar de markt gekeken. We hebben gekeken waar liggen onze sterke punten en die vertaalt eigenlijk naar onze acties naar die markt toe. Waar liggen de kansen die de markt biedt? En dankzij deze startende onderneming komt wellicht ook u, Wij Limburg, binnenkort tegen.